Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Splinter Cell Conviction. En we zijn bij een kermis. En een hele grote toren, de Naald van Apeldoorn, daar is KST tegen aangeknald. Hier is de koningin geweest, yay! Nee, dit is in DC, de een of andere kutding, ik weet niet meer wat het is. Vergeet dat, maar dat boeit me eigenlijk ook niet. De Amerikanen weten zelf geen eens hoe het ding heet en dan zou ik het wel moeten weten. Ze weten nog geen eens, ze denken dat Europa... Of dat Frankrijk een heel continent is en dergelijke. Dus die lui zijn sowieso dom. Maar eliminate Costes, Tails, nog iets, nog iets. Die duurt vertrouw ik dus niet. Mooi. Mooi dat jij hier in een steegje loopt. Hallo meneer. Staff interrogate. I wasn't following you. I swear. Oh, en nu? Talk to me about Victor Kost. Just this guy. I swear. Ja, ja. We hadden wel gelijk een goede dude voor ons met zijn mooie pakje. Oké. Dat was blijkbaar niet een goede dude. Ofwel, jawel, we hebben kruisjes boven de dingen staan die we moeten attacken. Duidelijk. Verhaal. Hey, ja, daar in je pak. Sorry. Excuse me. Ze lopen wel allemaal donkere steegjes in ook. Zo genius. Hey, ja, daar. Ja, inderdaad, we zijn het zoeken, jongen. Nee, nee. Dan gaan we naar wat tomme handzeep. Handzeep helemaal kapot. Fuck Fisher. I was supposed to call it in when we saw you. Backup's waiting. Oké. Time for a change of plans then. Inderdaad. Krak. Ook hij ligt dus zo spastisch en dan dondert hij ook niet. Nog één duur toch? Dat is die duur. Kom hier, jij! Oh, kijk wat dogs. Oh nee, lollies. Wil jij een lolly? Hierachter. Ha! Mis, Piaz. Oh, nice, we gaan met een toilet drukken. Dat is de ingang. Yep. Kom maar. In toilet. Ah, jammer, waarom werkt dat niet zo mooi? Wat de hel? The fuck? Je moet eens de voetje. Dat deed ik. The fuck is het probleem? Ik sta in het donker. Ook de ene duur, dat was het enige wat. Eliminate Last Tail. Die duurt. To samba. Die duurt als een donker. What the fuck is het probleem? Het is toch het donker? Het is donker. What the hell is jouw een probleem, game? Oh, kijk, een raketen. Een raketen. Nou, hier met jullie. Hallo mevrouw. Hey, zo doen we dat niet. Meetings off. Dom. Ja, dat weet ik nog. Die game die flipt hem. Oh, ik wou zeggen die game flipt hem. Volg mij. Kan ik hier overheen klimmen? Nee, ook niet. Wegrennen! Oh nee! Hallo, sorry meneer. Hallo, mag ik uw bestelling aannemen? Mag ik uw bestelling aannemen? Warning. Kun je onderdoor kruipen dan? Ja, nice. Komt dat zien, altijd prijs! Raak met je shotgun, gewoon die kaartjes en je wint een dobbelsteen. Is het niet geweldig, o, Bokito? Hallo, Bokito. Zou het duurder weer in het donker zijn? Oeh, nee. Ik wil graag meedoen. Ik wil Bokito winnen. Ik wil balletjes gooien. Oké, echt die dude, hè? Hey, dude. Jammer, jongen. We moeten hier staan. Hier is het donker.
Waar we net waren was het blijkbaar iets licht of zo. Het zal wel. Hallo, niks er nooit door. Why are you following Victor Kost? Ja, inderdaad. Waarom doe je dat? Laat die jongen met rust. Aha. Nou ja, dat gaat niet meer lukken, hè. Jammer dan. Oh, er ligt een vrouw. Nee, nee. Fuck it, een koe. Is dat, koe? Koe? Koe. Oh, een rare blade koe. Vet coole koe. Nou, die around the monument. Yep. Is dit niet gewoon een Washington monument? Oké. Standalone booth. Wat mooi, hé, teddybeertjes. Kunnen we hier ook slaan? Wat jammer, dat is echt jammer. Eigenlijk hadden ze dat wel leuker kunnen doen. Dan hebben we ook wat spelletjes kunnen doen of zo hier. Dat was wel heel vet geweest. Hallo mevrouw, dag mevrouw. Dat had echt vet geweest. Gewoon een beetje die spelletjes doen. Meet Koste. Dat ziet er zo vet uit. Hé, hey, jij bent geen lieve meneer. Oh, wat fuck is die opeens het spelen? Arme space team zo. Hallo jongeman. Oh, daar hebben we een deur. God. Wat moet ik doen erin? Oh, daar is hij wel. Ik dacht dat het een grote duurt zonder de paden staat, maar. Oh, dat was deze duurt wel. Hey, we hebben een tas gekregen. Oké. Okay. Yay, dankjewel. DARPA, was dat nog weer? DARP! Oh, nice. The bag shielded so you can stash your gear in there, but hit the trigger, you'll fry everything around you to use. Ooh. Nice. What else do you have for me? Dus een soort apparaat wat een EMP emit. Dat is wat, joh. There's an R&D house called Whitebox, a DOD contractor that does work on EMP technology. So, oh, wat dan? 6 months ago, they suddenly contract out all their security to those assholes over at Black Arrow. Now, that's a breaking pattern for them. They don't do corporate security. And based on what you told me about them, there might be a connection. Bingo. Ah, hij heeft nog een paar staat. Ik had het helemaal goed ingeschat door eruit heen. Alright. Time for you to go. And you ping me when you reach. Ping! Oh, we gaan pingen met je Blackberry. Oh, is dat niet pingen? Ja, toch? Oké, ik heb zo'n niet zo'n ding voor de kut, sorry. Ah. Oh. Remote mines attached to anything they touch. They explode when you press the detonator. Ah! Ah! Escape to car. Oeh, donders. Dat is de portable EMP. Nou zijn ze allemaal wat is er allemaal gebeurd? Ik ben er niet. Nee. Inderdaad, jullie hebben een klein probleem. Oeh, ze hebben echt overal die auto's geparkeerd ook. Kunnen we hier niet onderdoor? Ja. Nee, toch niet. Uh-oh. Dat is niet zo heel slim. Oké, rennen! Rennen! Goedemorgen! Crap. Ik heb geen... Nou, oh, fuck. Ik heb niks anders, ik heb alleen die pistool. Oeps. Dat ging niet zo als gepland. Zoals de meeste keer het nooit gaat als gepland. Was dit? Escape to car. Portal EMP hebben we niet meer, we hebben remote mines.
Gooi die mine op hem. Wat is dat dan, jongens? Oh. Rennen, 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 zijn mutje. Daar waren allemaal mensen. Oké, rennen, 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 rennen. Rennen naar de auto. Oh crap, oh crap, oh crap. Rennen, rennen, ze zien me niet. Genius. Ze zien me echt niet. Ha, remote explosion. First half. Hey, die auto die doet piep, 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 piep. Oh, lololololo. In de auto, in de auto. Oké, okay, zuinig. Dat ging nog redelijk goed. Wow, what the fuck. 27 uur vanaf nu, waar we nu zijn. Oh, what the hell is hier allemaal gebeurd dan? Maar we weten niet wat er gebeurd is. Dus hij blijft maar beuken. Nou, dan lopen we wel rechtdoor. Vuile ginger. Echt, ik ga je vermoorden en je ziel gaat nergens heen vliegen, dat weten we. Ja, maar dat duurt nog 27 uur voordat we daar zijn. Sam came to me for help. I wasn't gonna say no. He'd always been more the lone wolf type, and he needed a little reminder on the value of sticking your neck out. After the fun and games at the monument, Sam headed to White Box. Okay, we zijn dus bij White Box. They'd already gotten what they wanted out of it, and were moving it off site. But he didn't care what they were taking out. He wanted to get in. Not that a double-walled EMP containment structure has a lot of back doors. Nee, inderdaad. He just needed one. Eén backdoor is genoeg. Dan knallen we iedereen helemaal aan de gort. En dan gaan we naar binnen. Dat is een heel goed plan. Ik vind het een hele vette game. Persoonlijk, ik ga, ja, we zitten nou toch een beetje stom rond te draaien. Ik vind het een hele vette game, speelt lekker weg, alles. En dat moest even, zoals jullie weten, omdat de FPS bug erin zit. Oeh, weapon stash in onze mooie auto. Nice, we hebben genoeg punten. We hebben ook alleen maar pistols of zo, hè, volgens mij. Maar nee, is dat niet, we kunnen ook andere dingen upgraden. Kunnen we hier ook een silencer op gooien? Nee. Scorpion gebruik ik toch niet veel. Oh, we hebben wel meer dingen. Oeh, jij bent silenced. Chill. Gunstock. Accuracy. Dat zijn we op zich al nodig. Firepower. Purchase. En purchase. Oh, moet ik daar weer op rammen? Vergeet ik altijd. Oké, okay, die hebben we nou gepurchased. Hebben we die nou geëquipped? Ja, die is ook geëquipped. Mooi. We hebben dus een secondary weapon. Hier kunnen we de dingen bekijken. Portable EMP. Frag grenade. En hier hebben we onze silenced MP5. Dat is ook super chill. Kunnen we mooi wat gebruiken. Wat dan hebben we? Nou moeten we alleen nog infiltrate building. Ik vind dat ook super vet. Hoe die tekst allemaal in beeld komt. Kunnen we ook zo doen. Dan staat het er ook wel trouwens. Kun je het overal opplakken waar je mee wilt. Nou ja, alleen op de gronden. Op de gronden. Op de grond. Maar het is wel, wel vet. Het is erg mooi gemaakt. Het werkt goed, de game. Cover, alles werkt heel chill. Hoe die alleen al beweegt is heel vet. En ik heb nou dit inzoomen. Hè. Ik ga toch even escape doen. Ik ga het weer terug veranderen zoals het was. Van nou ook, nou moet je Q en dan met A en daar dus zit je helemaal met je vingers in de knop. Tenminste, ik dan. Dus cover ga ik toch rechtermuisknop doen, dat is makkelijker. Naar zoom en bound, dan maken we zoom, maken we Q van. Dat zit ook dichtbij, maar we zijn nog wel veel nodig. En Q is wel makkelijk om zoom in te drukken. Maar nou cover. Zo. Dat was moeite. Oh nee dan. Nou, we gaan even switchen naar pistol. Die heeft tenminste unlimited ammo. Dat is heel handig. Gaan ze radio kapot schieten. Zo. Hier moet je muil houden. Hij heeft hier ook een MP5 liggen, maar zo'n kutding. So Vic, how do I get in this box? Ja, inderdaad. Look for an industrial air exchanger on the side of the building. Breach it, then go for their security monitoring setup downstairs.
Oh, we moeten daar naar boven. Jesus Christ, Superstar, komen we daar boven? Via de zijkant van het gebouw misschien? Via de stroomkabels. Nee, kijk, zijkant van het gebouw. Kun je er niet op schieten? Ah, ik kan zeggen, gaat die lamp nog kapot of niet? Klimmen. We kunnen wel echt goed klimmen op zich. Het lijkt wel een beetje op Assassin's Creed, zeiden sommigen. Dat klopt. Alleen je Splinter Cell bestaat al eerder dan Assassin's Creed 1, maar... Het heeft wat van elkaar weg. Dat zeker. Moeten we nou ook moeten shimmyen? Ah, vet. Dat ziet er mooi uit. Het is wel een makkelijk gebouw op zich om op te klimmen. Het is heel veel van die buizen en dergelijke. Ik zou niet weten hoe hij aan het klimmen is trouwens. Maar dat is een ander punt. Naar binnen, Sam. We moeten nog hoger. Nee, maar wat ik zei, het is een leuke game. Speelt lekker weg. Leuke missies, veel actie, stealth, alles wat je een beetje wil, kan wel. Access Monitoring System. Zijn hier mensen? Nee toch? Nee, zie. Er is hier niemand. Hier misschien wel, maar... Nee, ook niet. Wow! Holy fuck. Waar moet ik heen? Naar beneden. Die mensen die doen mij niks. Oh, terug, terug, terug. Kunt er ook droppen of niet? Oh, hier. Oh my god. Nee, ook niet. Wel. Jawel. Deze buis. Ah. Hé, hey, naar beneden juist, hè. Wee, brandweerman. Access the monitoring system. Hé, hey, niet naar beneden gaan. Oh, daar is het. Het is daar beneden. Mensen kunnen mij sowieso zien staan. Zal wel. Niemand die zich afvraagt waarom hier een dude langs loopt met een MP5 of zijn... Rug. Kut. Ik denk dat we overspringen, maar de Song Assassin's Creed figuur zijn we ook weer niet. Al een hele handige buis hier die zo echt zo heel mooi geplaatst is. Kut, er zijn hier twee... Oh, meerdere mensen. Die dude is getagd. Die dude is getagd. Death from above. En execute. Oké, hij is dood. Was net niet helemaal goed volgens mij. Jezus, oh, wat een kutlamp hebben ze hier. Je moet echt elke lamp kapot schieten voor dit. Voordat het donker wordt. Waarom blijf je zo? Tuurlijk. Ik dacht, ik zat nog op rechte muisknop, vandaar. Ik moest nou even wennen aan de rest. Maar. Investigate. Tap the screen to start. Of zoiets. Oh, kijk, een camera. Nice, we kunnen. Kunnen we ook inzoomen? Nee. Ah, jawel. Q. Goedemorgen, mag ik uw bestelling aannemen? We bought out, new owners brought in private security. Oké. Okay. Galliard. Yeah, we got bought out and he didn't lay anybody off, but it still bothers me. You just don't like the fact that his guy Robertson's holding all the data. Exactly. We can't cross reference, we can't collaborate. What's he doing with it? Probably nothing. Nou, ik denk dat hij wel iets meer gaat doen. Ja, jongen, man. Met snor.
Nou, zijn jullie uitgekibbeld? Oh, 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 oh. Wat is hier aan de hand? Niks. Zijn jullie mee bezig? Dat is een interessante camera's. Hey, security lui. Secrecy, safety, smile. You're under surveillance. Dat is mooi voor hun. Hey, wat zijn we hier aan het doen dan? Wow. Zijn we de grote iets bezig? Lucius Galliard. That I'm Lucius. Denk ik. Oh. Lekkere jongens. Terug de keuken en jij. Nee, dat is een gemene opmerking, zo ben ik normaal nooit. Maar ik vond het wel een leuke opmerking om te maken op het moment. En normaal ben ik helemaal niet zo. Rescue the scientists. Nee, ga gewoon verder de camera in. Ah, domme. Ik was net met de camera bezig. Maar we gaan die rescue. To the rescue Batman zooi. Gaan we in de volgende part doen. Laters.